Welkom bij Zaterdag Nieuwsdag. We hebben deze week heel veel nieuwtjes gehad en hebben het heel druk gehad vanwege ons bezoek. Daarom zijn we vertraagd met onze nieuwsdag. Sorry. Maar we staan wel in de krant. We staan inderdaad in de krant en binnenkort komt er ook heel veel informatie over ons bezoek bij Ubisoft. We hebben heel veel informatie opgedaan, heel veel nieuwtjes en weetjes en dingetjes. Dus dat komt wel goed. En we gaan nu beginnen met ons eerste nieuwtje. Nieuwtje 1. Nieuwtje 1. Black Ops 2 op de PC zal beperkt worden. De field of view, wat je bijvoorbeeld in Call of Duty 4 had, dat kon veranderen zodat je meer om je heen kon zien, zal beperkt worden in Black Ops 2. Ik denk dat ze dat doen vanwege cheats en omdat het niet eerlijk is voor mensen die niet weten dat het kan. Ja, niet vanwege cheats. Ik denk alleen voor tegen de snipers dat ze gewoon heel erg achterin gaan liggen. Nee, ik denk eigenlijk, want je hebt heel veel mensen bijvoorbeeld als je een snellere klasse hebt en je hebt de field of view van, laat ik het zeggen, 120. Dan kun je dus zien wat er achter je gebeurt als het ware. Dus dat is gewoon niet eerlijk als je snel aan het lopen bent. Ja, oké. Okay. En ik vind het op zich een logische stap, maar de PC-community is er niet heel erg blij mee. Nee, want ze willen natuurlijk ook zelf aanpassen alles. Ja, precies. PC die gaat er eigenlijk ook over dat je dingen kan aanpassen naar je eigen smaak, kwaliteit en dat soort dingen. Maar als ze die functie eruit halen, ik denk niet dat er heel veel mensen blij mee gaan worden. Nee, maar ik denk wel dat het nodig is. Ja, het zal wel nodig zijn om de game wat eerlijker te houden. Ja, inderdaad. Nieuwtje 2! De downloadable content voor Sleeping Dogs, de zombie downloadable content, is uit. Timo. Ja, voor Sleeping Dogs is natuurlijk niet de grootste game in de industrie. Maar wel een leuke. Het is zeker een goede game, maar nu hebben ze het is wel, je merkt het, heel erg Japans. Hongkong. Ja, het is heel erg die Hongkongs weer. Ja. En nu hebben ze eigenlijk voor Halloween wouden ze deze DLC uitbrengen, maar is het dus niet gelukt. Waarschijnlijk vertraagd of productieproblemen of wat dan ook. Maar nu komen dus zombies. Leven. Zombies in je Sleeping Dogs. De trailer staat ook online op onze website. Check hem, want hij is echt heel gaaf. Het ziet er nice uit. Sowieso blijf Sleeping Dogs wel checken. Ja. Vergeet het niet, het is echt wel een oké game. Het is een do-it. Of bekijken hem of spelen hem of wat dan ook. Ja, inderdaad. En het free roaming en het racen en het vechten, allemaal perfect. Nieuwtje 3. Nou, Far Cry 3 is goud geworden. Ze hebben hem eindelijk af. En ze hebben erbij ook trailers en dergelijke. Dus wat is er nog meer aan de hand ermee? Ja, Far Cry 3 is dus af. En ze gaan waarschijnlijk de release datum, gaan ze halen. 29 november. We hopen het echt. Ik heb zo zin in die game. Ik heb hier met die depressieve weer hier alleen maar grijs. Ben ik aan toe aan een mooie blauwe een mooie tropische eiland. En, inderdaad, ik ben heel blij dat ze daar terug zijn gegaan. Ja, naar het tropische eiland. Want Far Cry 2, dat was hem niet. De Afrikaanse stelling, ik vond het helemaal niks. Echt niet, eerlijk. Ik vond het net zo grijs als Nederland. Ja, het was echt grauw en donker. Af en toe heb je wel zon en zo daar, maar ja. Nog was alles wel heel grauw en grijs. En nou heb je weer die warme tropische kleuren. Ja, precies. Dat maakt die game uniek. Ja, ze gooien echt een effect over bepaalde kleuren heen, zoals je in de trailer kan zien over groen en over blauw, net als in Far Cry 1. Daardoor komt die wereld iets dichterbij en voelt hij wat persoonlijker aan en warmer, zodat je het liever speelt dan Far Cry 2, waar alles geel was. Bij wijze van. Want het is van is geel en de bomen waren geel en alles was dor. En ze hebben de bad guy erg goed neergezet. Hij is echt gestoord, die gast. Zeker, dit is echt heel lijp. Perfect gedaan dat die gast gewoon gestoord is. Hij is doorgedraaid en Het is een drugsbaron en hij is Dat is toch helemaal niet echt bekend wat hij eigenlijk is, maar hij is gewoon is gewoon een bad guy, heeft heel veel mensen onder zich en alles is verprutst daar. Hij is gestoord. Ja.
Alles is gewoon echt helemaal naar de tering. En jij bent er naartoe gestuurd om, om hem te vermoorden. Nee, je bent daar op vakantie. En ja, maar dan in die trailer kun je zien dat je samen moet werken met iemand anders om... Ja, je moet samenwerken, maar je bent niet gestuurd om hem af te maken. Je bent daar op vakantie. Het, zoals in Far Cry 1, dat je inderdaad met je vissersbootje en ontploffingen en aliens. Ik hoop trouwens niet dat er weer aliens in zitten. Nee, en dan kan ik ook bevestigen, er zitten geen aliens in. Dat is natuurlijk altijd goed nieuws. Want... Ja, Far Cry 1 was gemaakt door Crytek. Ja. Die Crysis hebben gemaakt. En die houden wel een beetje van aliens. Dat was hem weer. Dat was de bro-nieuws. Bro-nieuws, dus hou ons in de gaten. Check ons op Facebook, op YouTube. Subscribe hier ergens weer boven. Volgens mij hier weer. En like ons op Facebook. En hou het in de gaten, want er komen dus echt weer heel veel lijpe acties aan. Hierna wordt ook de winnaar bekendgemaakt... van de Azen Shishonmuis, omdat hij de vorige keer een beetje gefaald was. Heeft hij gereageerd? Daar dus, ja, hij heeft niet gereageerd. Maar ja, daar dus simpel zat, hij is niet gefaald. Heeft hij gereageerd, de persoon die gewonnen heeft? Ja, nee, ja, goed. Daar zien we nu dus meer over. Dus hou ons in de gaten. Bro Team out. Yeah. Welkom bij Bro Gaming. Prijsvraag voor de Azen Shishonmuis. En omdat Bas Broeders niet had gereageerd, helaas tot onze spijt en waarschijnlijk tot ook zijn spijt, hebben wij een nieuwe winnaar uitgekozen en we gaan nu erachter komen wie dat is. De nieuwe winnaar is... Jesse Binken. Jesse Binken, je had zo'n leuke reactie over je lol ervaringen met je touchpad. Doe het dit keer maar met de muis, laat ons even weten hoe het gaat. Inderdaad, en ik ga contact met jou opnemen persoonlijk via Facebook, dus hou je Facebook berichtjes even in de gaten. En je krijgt hem dus ook thuis gestuurd. Dus waarschijnlijk ga ik persoonlijk ook om jouw adresgegevens vragen. Ik ga ze niet delen of zo, wat dan ook. Maak je geen zorgen. Maar jij krijgt dan die muis thuis gestuurd. Woehoe. Dus gefeliciteerd. En binnenkort komen er weer nieuwe prijsvragen aan. Dus hou ons in de gaten. Bro Gaming out!